parlementariër Cedric van Samson maakt zich ernstig zorgen om de ontwikkeling van de vele Suribet-kantoren door het hele land. Zelf kinderen die spelen nu Suribet en het is een ontwikkeling dat aan banden gelegd moet worden. We spraken er met de parlementariër die er als volgt hierop inging. Het aspect dat heel van belang is voor mij is het effect ervan. Omdat het gaat om reguleren ervan, letten op hoeveel belasting er wordt geïnd, hoeveel controle er ook is op die spelen. En kijk, dat zijn vaktechnische zaken, maar de zaken waarover wij als volksvertegenwoordiger worden aangesproken door het volk, door religieuze organisaties, maatschappelijke organisaties, is die decadentie bij de samenleving. Het effect van gokspelen. Toch, de gewezen volksvertegenwoordiger Misikaba had ooit eens hier gezegd: regering, u verleidt mij om te zeggen dat u een gokfaciliterend beleid voert. En het is niet meer verleiden. Het is niet lijken op. Er zijn zoveel gokhuizen, toch, door, over het hele land. In bepaalde buurten heb je ze bijna meer als Chinese winkels zelfs. Er zijn bijna meer supermarkten, meer Suribet-kantoren dan supermarkten. En dan heb je ook nog het gevaar dat men online kan dobbelen. Toch, kijk, je gaat kans spelen en betting niet kunnen stoppen. Omdat in de wereld is het er. Maar ik denk wel dat je het een beetje aan banden moet gaan leggen. Omdat we dealen nu ernstig met de gokverslaving in dit land. En het heeft zijn effect op alle delen van de samenleving. Je hebt gezinnen die kapot gaan omdat moeder of vader gokverslaafd is. Je hebt relaties die kapot gaan omdat de kostwinner letterlijk alle kansen neemt. En met alle kansen bedoel ik, amai dobbel go met de laatste barkie. En dat effect op de samenleving, dat is wat mij als volksvertegenwoordiger bezighoudt. En dat is een zaak die ik zeker wil aanhalen in DNA. Omdat er kan misschien vaktechnisch over wat er aangegeven wordt, de voorwaarden waaraan een casino zou moeten voldoen, de voorwaarden waaraan een betting shop zou moeten voldoen, die kunnen misschien correct zijn. Maar wat je soms kan missen is het effect op die samenleving. Is er enige data over hoeveel mensen dobbelen, hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel gaat terug naar de samenleving. Want je kan als staat zeggen van oké, is een ondernemingsvorm, mensen hebben daar werk, want begrijp me niet verkeerd. Ik heb niet gezegd dat je Suribet moet stoppen, want er zijn mensen die daar werken. Je gaat mensen broodeloos maken. Maar er moet worden onderzocht, wat is het effect op die samenleving? Toch? En wat wordt er vanuit de staat gedaan om dat effect op te vangen? Toch? En dat zijn zaken die ik echt onder de aandacht van de regering wil brengen. Om ervoor te zorgen dat wij niet een situatie krijgen waarbij we de burgers niet tegen zichzelf kunnen beschermen. Toch? Want kijk, bij de casino had je nog wat controle. Men kon kijken naar je leeftijd en als je dronken was, dan moest je in een kamer daarboven gaan of dat soort toestanden. Maar het momentje komt op het punt waarbij je nu op je telefoon kan dobbelen, heb je geen zicht meer. Je hebt kinderen van 10 jaar, 15 jaar, allemaal die kunnen dobbelen. En als ze hebben gewonnen, geef ze je telefoon gewoon aan mama, ga van me halen nog. En ik weet niet als je ervan op de hoogte bent. Maar er was zelfs een leerkracht op corona die aangaf dat terwijl ze een earpiece uit een kind eer trok, dat kind bezig was Suribet te spelen. En als het al zo ver is, dan moeten we ons afvragen. Want je kan mooi zeggen in die reclame, die een Suribet chining renetary. Wat kan dat cheese niet dan? Begreep je? Want om het rastitief geluk dit toe. Dus ik vind dat we moeten opletten op het effect op de samenleving. En dat baart mij zorgen. En ik hoop dat men een beetje meer controle kan gaan hebben daarop. Hoeveel ruimte is er in de wet om dat aan banden te leggen? Dus dat is de uitdaging precies. Omdat het is een bepaalde mate van vrijheid. Net zoals ik in het begin aangaf, je kan betting niet stoppen. Er wordt overal gebed op sport, op evenementen, op alles wat er gebed. Toch, maar hoe ga je die gemeenschap beschermen? En als er daarin wat meer regelgeving moet komen, dat je bijvoorbeeld niet in bepaalde buurten het terugbrengt. Want ik zeg de toegang ervan, want het moment dat je online kan betten, moet je gewoon top-up hebben. Dan kan je niet zeggen, je gaat geen top-up verkopen bij deze winkel. Want men gaat gewoon top-up kopen overal. Toch, je moet kijken nu naar, wat is het effect ervan? En daarvoor moeten we die data hebben. Hoeveel is de inkomsten? Hoeveel is er gestort in de kas van de regering, van de overheid en wat wordt ermee gedaan? Als er geen balans is tussen het aantal gezinnen dat ontwricht wordt door het effect van dobbelen en het aantal mensen dat een emploi vindt door die gokgelegenheden. En ook nog
de middelen die er zijn om die decadentie op te vangen, dan ga je een probleem hebben. Dus dat is wat ik wil weten van die regering. Van, is er op dat gebied beleid gemaakt? Want er gaan vanuit de religieuze organisaties gaan er al heel veel stemmen op te treden tegen die gokverslaving die er is. En er is een behoorlijke gokverslaving in Suriname. Maar dat ze als paddenstoelen opkomen of opreizen of reizen, heren van Samson, dat wijst toch aan op een stukje behoefte dat die mensen, omdat dit is maar one thing, omdat dit is maar het doet dit niet, maar dit is aan het konto, is net als eetstand en alle andere dingen. Ja, maar het is ook zo dat je als regering ook een verantwoordelijkheid hebt om het volk te beschermen. Kijk, meneer Ganesh, als je een bram reed, moet je een valhelm op hebben toch? Maar aan om je de obos, maar je de obos. Maar toch, een wet maakt zo voor dwing je voor bij je helm. Omdat me moest beschermen je tegen je schreef. Dus ik bekijk het niet alleen naar de vraag van wat wil het volk. Het volk wil vrij zijn. En God heeft ons allemaal dat gegeven. Een vrije wil. Maar ik moet jou ook kunnen beschermen tegen de negatieve effecten van jouw eigen wil. Dus ik denk dat de regering, de staat, in deze een bepaalde verantwoordelijkheid heeft die ze niet kunnen verzaken door alleen maar af te gaan op wat de behoefte is. Want wat men wil, dat doet men. Toch? Men wil ook roken, toch? Maar wat doet men? Men schrijft dat een pakje van je. Roken is schadelijk. We kunnen niet van je schrijven, gokken is schadelijk, maar we moeten wel kijken wat we kunnen doen, vooral qua wetgeving, om dat een beetje het schadelijk effect ervan tot een minimum te kunnen beperken. Maar werken we in dit land niet een beetje te veel van achter naar voren? Want in feite zou die dingen in place zijn. Want nu hebben we er zoveel. En nu gaan we erover klagen. Kijk, maar die dingen staan al daar. Kijk, wat er is gaan gebeuren. U moet nagaan, we hadden eerst die wet op die casino, toch? Die casino's. Daar ga je fysiek naar binnen. We hebben in de afgelopen 2, 3, 4 jaren de innovatie gehad op technologie. En die technologie heeft ervoor gezorgd dat je virtueel alles kan doen op je telefoon. En daarvoor was er nog geen wetgeving. Dus daarvoor had je nog geen wetgeving van hoe ga je dingen daar beschermen. Toch, want ja, men zegt de gamingboard heeft controle. Maar ik ben benieuwd, als de gamingboard controle heeft op wanneer ik op mijn telefoon speel. En hoeveel ik win of hoeveel ik verlies. Toch, dus ik vind dat er heel veel regelgeving op dat gebied moet worden aangepast. En we lopen achter op ICT. Dus dat is iets waarbij, we kunnen niet zeggen dat de regering, maar we hebben de ontwikkelingen en de innovatie niet snel genoeg bijgebeend. En ik ben van mening dat als volksvertegenwoordiger die roep uit de samenleving bij maatschappelijke groepen, religieuze organisaties van meneer Van Samson, dat ding van die gokkantoren, er wordt overal gokt tot laat s'avonds, jonge meisjes. En dat moet ik onder de aandacht brengen van die regering. En dat we samen met de regering gaan kijken hoe wij het volk kunnen beschermen hiertegen.